Goedemorgen, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is maandagochtend en vorige week was ik nog heel erg aan het raven dat het zo lekker was dat het echt nog licht was 's ochtends om 8 uur. Is het 8 uur? Ja, het is 8 uur. Maar dat begint toch hard te veranderen. Het is nog een beetje licht, maar ik denk dat het volgende week over is met de pret, jongens. Het lijkt voor mij altijd zoveel langer te duren voordat de kortste dag is geweest. Terwijl in de zomer is de langste dag voor mijn gevoel echt zo geweest. Maar goed, voor zover het gezeik over het weer en ons klimaat en wat dan ook. Ik ga weer verder met de nieuwe werkweek. Ik heb er zin in. Ik heb vandaag niet zo'n hele lange dag, maar ik moet wel heel veel doen. Ik moet eigenlijk vandaag 4 werkdagen of 5 werkdagen in 4 proppen. Want op de 5e dag heb ik een congres waar ik eigenlijk heen wil. Dus het wordt een druk weekje weer, maar ik heb er wel zin in. Het is inmiddels 8:13. Het leek me jullie leuk om even mijn ochtendroutine te laten zien. Ik heb eerst even gekeken of ik post had. Nou, dat had ik, maar dat was een brief voor de uitnodiging voor een ander congres. Daar ga ik waarschijnlijk toch niet heen. Verder heb ik even hier gestofzuigd in mijn praktijk. Dat is ook een van de dingen die minder glamorous zijn aan het eigen ondernemer zijn. Dus aan het hebben van een eigen bedrijf. Je moet ook zelf schoonmaken. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Nu heb ik mijn laptop even opgestart en mijn softwareprogramma van diëtisten ga ik even opstarten, zodat ik straks gelijk aan de gang kan. En dan is het nu tijd voor een kopje koffie. Het is 2:30 geweest en ik ben mega productief geweest. Net als zoals heel vaak op maandag. Ik ga maandag altijd full pool weer aan de slag. Maar ik heb nog helemaal niet geluncht, dus dat ga ik eerst doen. Dat ga ik wel eventjes aan de bar doen, zodat ik even uit mijn kantoor ben. En ik ben hier ook eigenlijk wel klaar. Ik heb al mijn cliënten gezien die ik moest zien vandaag, die ik gepland had. En ik ga dus nu zo meteen denk ik gewoon even naar huis. Of ik ga naar huis, niet even, want ik ga dan niet meer terugkomen. Maar dan ga ik daar gewoon verder. Ik wil nog 1 video editen. Ik hoop dat dat vandaag nog lukt. Maar dan ga ik dat lekker thuis doen. Maar eerst eten. Want ik weet gewoon, als ik nu eerst naar huis ga rijden, dan heb ik echt te veel honger. En dan blijf ik snaaien vanmiddag. Ik ben thuis. En zoals altijd staan deze schattige poesjes mij op te wachten. Dit is toch echt, jongens. Oh, I can't. Je voelt je zo welkom dan. Ik ben thuis nog even aan de gang geweest met een video editen. En dat is gelukt. En nu gaan wij boodschappen doen. Het wordt een vaste routine, denk ik, op maandag dat we boodschappen gaan doen. Sven is ook mee trouwens, die haalt. Ja, we worden echt burgerlijk. We gaan samen met een karretje boodschappen doen. Burgerlijke waren. We gaan alleen dit keer naar de Albert Heijn. Niet naar de Lidl. Ja, want Sven wil haar huisjes sparen bij de Albert Heijn. Ja, kijk, dit kun je dan doen, hè? Oh ja, dat is zo, ja. Dat heb ik nog nooit geweten. Wauw. Ja, dat weet ik dan gewoon weer, hè? Lijfhek. Ja. Jeetje. Ja, ja. Oh. Sven heeft een theorie voor kattenvoer. Waarom hebben we zojuist deze kattenvoer gekocht en niet deze? Die lijkt blijer. Die kat lijkt blijer. Ja. En daarom nemen we dit voor. Moet je kijken, deze die ligt gewoon te kijken naar zijn eten. Die vindt het dus niet lekker. Oké, dus die nemen we niet. Sowieso niet. Oké. Nou goed, maar zie je ergens een kat die het wel opeet op deze verpakkingen? Deze is wel heel blij. Is die blij? Ja, zo van, yay! Oké, hij ziet er eerder bang uit, vind ik. Dan nu de grote reden waarom Sven naar de Albert Heijn wilde. We hebben huisjes voor het winterdorpje. Ik kan hier echt zo blij van worden. Ik ben nu echt heel blij dat jij naar de Albert Heijn wilde. Ja, hè? Maar ik ga ze dus openmaken. Oh, we hebben een wasserette. Kijk. No spon, maar toch stiekem spon. Een Ariel wasserette. Oh. Die is echt zo lief. Maar je kan er dus ook lampjes in doen. Als je van die kerstlampjes eronder doet. De oliebollenkraam! Oeh, yummy. Kijk. Zou dat ons elke keer andere geven, denk je? Ik weet het niet. Ik denk niet dat die mensen van de Albert Heijn dat weten. Dit is een hele kleine. Zeggen. Hoeveel zou je er hebben? Maar dat staat vast ergens. Ik wil heel graag de koek en zopie. Ik zie die er voorop staan. Dit is een fiets. Hmm. Een bakfiets. Dat is een teleurstelling. Nee, ik vind het wel leuk. Het is wel wit georiënteerd. Deze is heel groot, ja. Ik hoop dat we nu een andere kleur dan wit hebben. Oh, de
M&M's, de bioscoop. Oh, dat met is M&M's. Die is echt voor mij heel leuk. Maar dan moeten we er lichtjes in doen, denk ik. Want op het plaatje ziet het er leuker uit dan in het echt. Je kan ook een poppetje bijna erbij. Bijna altijd zo, behalve bij jou. Oh, je bent zo lief. Maar in het echt ziet het er een beetje sneu uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar misschien dat we er sneeuw omheen moeten doen. Zullen we een dorpje bouwen? Zullen wij of zul jij? Mag ik een dorpje bouwen? Ja, natuurlijk. Oké, we gaan een dorpje bouwen in Vlogmas, jongens. En dan gaan we steeds meer huisjes verzamelen en daar een leuk dorpje van maken. Ik heb er heel veel zin in. Dan kan ik er ook misschien boompjes bij kopen. Ja. Het koken ging niet helemaal volgens plan. Zeg niet koken hoor, je eet je man. Het valt wel mee nu weer. Nou jongens, we eten weer aan tafel. Ik ben trots op ons. Ja. We hebben wel allebei echt de meest rare combinatie ever. Ik zag dat mijn ouders rode kool met appeltjes in de vriezer hadden laten liggen. Dus dat wilde ik eten. Maar ik vind het altijd zo raar, omdat het zoet is om als enige groente te eten. Verder had ik zin in tempeh. Dus toen dacht ik, dan doe ik er ook spinazie bij. En Sven had zin in burgers, kipburgers met broodjes, maar hij wilde er wel groente bij. En Prij vindt hij dan het allerlekkerst. Dus ja, dit is ons eten. Morgen, het is dinsdagochtend en ik heb een ontbijtje gemaakt. Gewoon kwark met pinda's en bosbessen en cacao nibs en een beetje kaneel. Ik ga ontbijtnieuws kijken en daarna gelijk aan het werken, want zoals ik al zei, moet er veel gedaan worden. Ik wil sowieso 2 artikelen typen vanochtend en een Zumba-nummer instuderen als het even lukt. Ik hoop dat het lukt. En dan vanmiddag heb ik cliënten. Ik moet even kijken hoe laat ik op sportrit moet zijn eigenlijk. Weet ik helemaal niet. Volgens mij heb ik om 2 uur de eerste staan of zo. Dus dan ga ik meestal om 1 uur weg. Ja, om 2 uur staat de eerste. Dan heb ik 2 nieuwe cliënten. Dan heb ik even een half uurtje tijd om te eten. En dan heb ik 2 oude cliënten. Dan heb ik een half uurtje tijd om te kleden. En dan ga ik 2 uur lesgeven. Dat is mijn planning. Ik vertel het nooit zo gedetailleerd. Maar dat is misschien ook wel leuk voor jullie om te weten. En misschien ook wel niet. Dan heb je nu een paar seconden van je leven verspild. Het klinkt altijd zo mooi, hè. Dan moet ik dat en dat en dat doen. En dan ben ik klaar. Maar ik ben nu al een half uur bezig met mailtjes beantwoorden. Telefoontjes beantwoorden. Hoe noem je dat? Reacties beantwoorden. Dus allemaal dingen die eigenlijk niet op mijn to-do-list stonden, die wel heel veel tijd innemen. Maar nu is het 8:40 en nu kan ik beginnen aan wat ik gepland had. Dus op naar artikel nummer 1. Over 12. Ik heb, zoals je kon zien, een wasje opgehangen, Zumba geoefend, een Zumba nummer dus ook gevonden. Mijn tweede artikel is nog niet helemaal af, maar in ieder geval voor zeg maar 75%. Dus die moet ik nog even afmaken. Ik heb nu lunch gemaakt. 2 broodjes met 2 gebakken eitjes en een beetje sweet chili saus. Ik heb me dus omgekleed. Het gaat goed, maar het is wel weer een drukke dag hoor jongens. Maar dat komt dus vooral omdat ik de hele vrijdag weg ben en dan geen tijd heb. Dus dan moet ik gewoon even knallen. Maar het gaat goed. Ik ga nu even eten. Ondertussen even, ik denk, een vlogje kijken. En dan kijken of ik nog even 10 minuutjes kan besteden aan mijn artikel. En dan is het alweer tijd om naar sportrit te gaan. 4 uur alweer. De middag vloog voorbij. Omdat ik dus 2 nieuwe had, totaal verschillende weer. Een mevrouw, een oudere mevrouw van 79 jaar, die een wat te hoog cholesterolgehalte had. En, of heeft, het is niet dat het in 1 consult is opgelost. En iemand die herstellende is van een eetstoornis. Nu heb ik mijn avondeten gemaakt. Een ovenschotel die ik nog in de vriezer had zitten met aardappeltjes en broccoli en gehakt. Dus die ga ik opeten en dan heb ik nog 2 cliënten en dan gaan we lesgeven. Ik ben ondertussen hier nog eventjes mijn Zumba nummer gaan oefenen. En dan, ja, ik hoop altijd maar dat er niemand naar binnen kijkt, want het ziet er wel een beetje apart uit. Maar goed.
En alweer thuis van het lesgeven. Ik heb havermoutpap gemaakt met pindakaas erin. Ik ben een vlog van Monica Geuze aan het kijken. Dus ik plof lekker strak op de bank. Maar dan ga ik die vlog ook kijken terwijl ik mijn havermoutpap maak. Wie doet dat nog meer? En ik heb ook even een kop verse gemberthee gemaakt. Iemand had trouwens op de vorige vlog gereageerd. Toen zei ik van ik zit lekker na het sporten op de bank met een havermoutpapje. Wat wil je nog meer? Had iemand gereageerd. Nou, wat wil je nog meer? Een zak chips. En die vond ik wel heel grappig. Maar dat heb ik dus echt gewoon niet. Dat ik nu denk van, oh, ik heb zin in chips. Ik eet wel de halve pindakaaspot leeg omdat ik zo'n trek heb. Dat dan weer wel. Maar chips, ja, ik denk er gewoon niet aan. Omdat het zo'n gewoonte is geworden dat ik door de week geen chips neem. En dat is eigenlijk ook mijn tip aan jou. En dat duurt natuurlijk een tijdje. Sterker nog, dat kan echt een paar jaar duren. Maar probeer jezelf dat eens aan te wennen. Dat je gewoon in principe door de week geen chips eet. Tenzij er natuurlijk iets speciaals is of zo. Dan is het helemaal geen probleem. Maar je maakt het jezelf echt zoveel makkelijker. Ik heb wel door de week eet ik wel heel vaak wat lekkers. En dan krijg ik er dus ook zin in. Zei ik door de week? In het weekend bedoel ik dus. In het weekend krijg ik er ook echt zin in. Maar door de week heb ik er echt gewoon geen last meer van. Want het, ja, ik doe het gewoon nooit. Dus het is ook niet in mijn routine. Dus ik heb er ook geen trek in. Hoe heb jij dat, Maukie? Maukie eet ook nooit chips door de week. Dus die heeft er ook geen trek in. Maar dus nee, ik ben helemaal tevreden met mijn havermoutpap nu. Zeker omdat het zo'n grote bak is. Goedemorgen. Het is woensdagochtend. Het is 9 uur. En ik wilde even laten zien dat Sven nog leeft. Oh, ze hebben je maandag gezien. Ja. Ik dacht dat je nog helemaal niet was geweest in deze vlog, maar dat is niet zo. Ik moet je zien wat een slaaphoofd ik nog heb. Pff, man. Maar je hebt ook lekker geslapen, want je wekker ging niet. Nee, dat is waar. We moeten allebei wat later beginnen vandaag, dus we dachten we gaan lekker even een beetje chillen. Ik moet tot 7 uur en ik moet om 10:30 beginnen. Het is nu 9:10 en ik ga om 9:30 richting sportschool. Dus ik ga nog even ontbijten en dan ga ik. En Sven die gaat nu werken. Ja, maar ik zoek mijn sleutels. Oh, je zoekt je sleutels. Ik zal je even helpen. Het is tijd voor lunch. Ging ook weer zo snel. Ik zeg het voor mijn gevoel echt elke dag dat ik aan het werk ben. Maar als ik cliënten zie, de tijd vliegt soms echt voorbij. Het gebeurt ook wel eens dat ik echt tijd tussendoor heb. Doordat mensen afzeggen of ziek zijn of wat dan ook. En dan duurt het altijd heel lang voor mijn gevoel. Maar nu, het is alweer 14:45. Ik heb nog niet eens geluncht. Ik heb echt mijn water, jullie staan op mijn waterflesje. Maar kan je zien, zoveel water heb ik gedronken vanmorgen. Wel 2 kopjes koffie en natuurlijk vanochtend een grote bak thee. Maar veel te weinig gedronken ook. Dus daar gaan we wat aan doen. Dit is mijn lunchboxje van vandaag. Ik ga jullie even laten zien. Ik probeer er altijd... Ja, zo gaat hij goed open. Anders ligt altijd de helft op tafel. Maar wat heb ik meegenomen? Ik heb 2 boterhammen mee met 2 gekookte eitjes. Flink wat snoeptomaatjes. En een eiwitreep als snack. Verder heb ik nog een appel mee als snack. Want ik ben hier tot in ieder geval 7 uur volgens mij. Even kijken, hoe laat heb ik mijn laatste cliënt? Ja, om 6:30 heb ik mijn laatste. Dus waarschijnlijk ben ik om 7 uur klaar. Ik ga nu eerst even lunch maken. Dat worden dus 2 boterhammen met 2 gekookte eitjes en tomaatjes. Die ga ik een beetje leuk wat doen en een beetje peper eroverheen. Helemaal good to go. En dan heb ik nu eventjes 2,5 uur tussendoor. Best wel lang dus. Ik zou eigenlijk gaan golven. Maar het komt voor Sven niet zo heel handig uit, want die is weer met zijn opleiding bezig. Voor de mensen die het niet weten, hij volgt een opleiding tot golfinstructeur, zeg maar. Dat is hij al, maar hij is daarvoor aan het bijleren. En daar moest hij mee bezig. Dus ik zei, weet je wat, dan ga ik gewoon een keer een woensdag niet golven. Komt mij ook wel goed uit, want ik moet nog een artikel typen. En misschien dat ik dan eventjes mijn sportkleding aantrek, die heb ik meegenomen. En even gewoon gaan wandelen. Ik heb gisteren natuurlijk al 2 uur gesport, dus keihard sporten zit er niet in. Het regent nu buiten, dus buiten wandelen zit er me ook niet in voor mij. Want ik heb geen zin om met paraplu te wandelen. Dus misschien even op de loopband even wat doen, daar heb ik wel zin in. Even omgekleed in mijn sportkleding. En nu is het tijd om te gaan wandelen op de loopband. Om in ieder geval eventjes wat meer stappen te zetten dan normaal op een werkdag. Ik neem lekker mijn telefoon mee. Lekker vlogjes kijken. Dan gaat de tijd vast snel voorbij. Zo, en ik ben weer klaar. Ik ben weer terug omgekleed. En nu is het tijd voor mijn appel en mijn eiwitreep die ik nog over heb. Die ga ik lekker opeten. Dan heb ik nog een stuk of 4 cliënten geloof ik. En daarna naar huis. Ik heb dus op de
loopband gelopen en dan doe ik zeg maar op een helling, zodat het wat zwaarder wordt. Dan ben ik dus wel in beweging zonder mijn lichaam te veel te belasten. En dat vind ik gewoon echt heel fijn. Ik ben thuis. Er staat hier een halfnaakte vent te koken. Dus daar, die ga ik niet filmen ook. En hij zegt, ik heb de open haard aangedaan. Dus ik zei, de open haard. Kijk nou. Oh, je kan me... Kijk nou. Op de tv. Zo gezellig. En de kaarsjes staan lekker aan. Het is nu even over 7, kwart over 7. Dus wij gaan lekker eten. Wij eten wraps. Kijk dan. Ziet er lekker uit. Knettert die ook? Ja. Oh, extra leuk. Ziet er lekker uit. Goedemorgen. Het is... Zo, de katten zijn heel druk. Het is donderdagochtend 9:05. Het kon wel middernacht zijn, jongens, als je dit beeld zo ziet. Maar het is toch echt licht buiten. Maar het is een hele grijze dag. En daardoor lijkt het zo donker. Maar gelukkig heb ik het licht van mijn laptop wat op me schijnt. Zo, jullie staan weer. Ik hoop dat jullie blijven staan. Maar ik moet jullie nog wat vertellen. Want gisteren tijdens het sporten, ik was aan het wandelen op de loopband. En ik had het daarvoor met mijn collega's gehad over de Gymshark sale. Ik had al een aantal berichtjes van jullie gekregen van Marloes, heb je nog wat gekocht bij de Black Friday sale van Gymshark? Want meestal word ik helemaal enthousiast en koop ik wel wat dingetjes. Tot nu toe had ik het heel goed kunnen weerstaan. En dacht ik van, nou, heb je het nodig? Nee, je hebt het echt niet nodig. Maar ik was... Ja, Maukie, wil je naar buiten? Ik kom zo. Even de vlog afsluiten. Maar tot nu toe had ik dus niks gekocht. Maar ik had wel een... jeetje, ik ga eerst Maukie naar buiten gooien. Ik vertel ondertussen wel verder. Ik had eerst... ik had een legging gezien die ik heel tof vond. Ja, wil je naar buiten? Maar het regent echt keihard. Kijk maar. Toch naar buiten? Oké. Okay. Oh, Molly ook? Helemaal goed. Die zijn echt binnen 5 minuten weer binnen. Maar die legging bleef toch een beetje in mijn hoofd zitten. En hij was gewoon 13,50 of zo. Maar dan kwamen er wel 5 euro verzendkosten overheen. En ik vind dat dan altijd een beetje zonde. Dus ik had dan ook wat andere dingetjes in mijn mandje gegooid. Waar ik eigenlijk niet heel enthousiast over werd. Dus toen had ik zoiets van, nou weet je wat, ik bestel het gewoon niet. Maar gisteren dacht ik ineens, waarom bestel ik niet gewoon alleen die legging? Want hij is 13,50, 5 euro verzendkosten. Dan betaal je alsnog maar 18,50. En voor een goede sportlegging vind ik dat echt een hele goede deal. Dus je raadt het al, ik heb alsnog die legging besteld. En ik ben heel benieuwd wanneer die komt. Gymshark gaf ook aan van, omdat het Black Friday is, kan het echt wel een tijdje duren. Want heel veel mensen hebben besteld. Dus heb even geduld op je order. Dus jullie zien hem vanzelf een keertje voorbij komen. Dit is trouwens ook de laatste normale vlog. Vanaf de volgende keer begint Vlogmas. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik weet nog niet wat we allemaal precies gaan doen. Maar goed, dat zien we vanzelf. Ik ga nu natuurlijk ook even kijken wat jullie gedeeld hebben met hashtag OptimaVita. Of waarin jullie me getagd hebben. @OptimaVita op Instagram. Eigenlijk heb ik dat gewoon al gedaan hoor. En ik heb er al 2 uitgezocht. Allereerst, dit vond ik zo bijzonder. Dit is een foto van Sport met Fleur. En het is een poes. Het kon echt Molly zijn. Als ik het niet zou weten, dan zou ik denken dat het Molly was. Het is toch een plaatje als hij zo ligt te tukken. Het is een voorbeeld van hoe je moet relaxen. Is hij zeker wel. Vanaf morgen herpak ik mijn sportschema. Blablabla. En er staat dus bij. @OptimaVita. Deze pluizenbol is aangeschaft naar alle lieve beelden van Molly en Maukie. Dat is zo bijzonder. Dat ik jullie zelfs inspireer met het aanschaffen van katten. Echt. Oh, dit is zo leuk. En ze zet er ook bij dat ze er heel veel plezier van heeft. Dus ja, dat is zo bijzonder, jongens. En deze foto vind ik gewoon echt heel mooi. Echt zo'n Pinterest die foto. Of een Instagram die foto. Van Chantal Maas met dubbel S. En zij zit ergens te eten. Het lijkt een smoothie bowl of zo. Maar alles ziet er gewoon zo mooi uit. Zij ziet er heel mooi uit. Het eten ziet er mooi uit. De achtergrond ziet er mooi uit. Dus ik moest hem gewoon even delen. Dank jullie wel voor het delen van al de foto's. Ik ga nu deze vlog afsluiten met een veel te lang outro. Maar dat kan me niks schelen, want dat hoort ook wel een beetje bij mij. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog. En vanaf woensdag kun je dus vlogs zien. Elke woensdag, vrijdag en zondag. Dus 3 vlogs per week. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Tot in de volgende vlog. Doei doei!